Op deze kaart zie je een rood twee routes van trekschuiten van Delft naar respectievelijk Maassluis en Vlaardingen. Ik ga een vaartocht met drie verschillende vaartuigen maken waarbij ik een groot deel van deze routes zal volgen. De gele pijlen geven de route aan die ik samen met hardloopmaatje Leo Kano. De groene vaar ik mee met de gereconstrueerde trekschuit van de stichting Den Eerste Snik en de blauwe vaar ik mee met het pontje bij de Kwakel. Dit is de kano met bemanning. Dit de trekschuit. En dit het pontje. Dan op weg naar het vertrekpunt in Delft. Voor we vertrekken eerst nog wat beelden van Delft. Dit is het stadhuis. De nieuwe kerk op de achtergrond. Rechts de oude kerk en links het gebouw van het Hoogheemraadschap. De twee kerktorens van de Maria van Jessenkerk zijn afgeleid van de oude en de nieuwe kerk. En dit is het armentarium. Bij het armentarium ligt deze pakschuit. En dat is een trekschuit waarmee de verbinding met de Haag plaatsvond. En die zie je later nog terug. De trekschuiten vertrokken in Delft vanaf de buitenwatersloot en die zie je hier. Tot ongeveer 1900 hebben ze hier gevaren. Dan op weg. Dit zijn de resten van het keersluisje dat je net op de oude foto zag. In deze zijstraat heb ik gewoond. Het oude gebouw rechts behoorde vroeger bij de kogelgieterij. In Den Hoorn staat rechts deze schoorsteen van voormalige kassen. Aan de overkant zie je de voormalige stoomolieslagerij Mercurius. Ooit stond er een windmolen. Even verderop was ooit de groenteveiling waar zowel Leo als ik kort gewerkt hebben. Leo's vader was voorzitter van het bestuur. Met zo'n Westlander als hier ligt werden de groenten aangevoerd. Dat gebeurde ook zeilend. Op de plek van het voormalige café Delftland stond al 600 jaar een herberg. En dat had te maken met de overtoom die hier ooit lag. Daar werden met een windas schepen van en naar Delft overgehaald. En de herbergier trad op als windasmeester. Hier gaan we de Gaag op. We komen langs het geboortehuis van Leo. Links zie je de tramkade waar vanaf 1912 de tram tussen Delft en Maassluis heeft gereden. Tot 1925 met mensen en tot 1968 met groenten en kolen van en naar de kassen. Er ligt nu een fietspad. In de periode tussen trekschuit en tram reed hier deze omnibus. Voor Leo vertrouwde kost, want hij was ooit koetsier bij Chardon, waarvan je hier de prachtige boerderij en manege ziet. Daar kunnen ze paarden mennen als geen andere en dat zie je bijvoorbeeld hier. En dan zijn we helemaal terug in deze tijd bij dit aquaduct over de A4. Dat ziet er wel heel anders uit dan toen schilder Jonkind vanaf hier ongeveer zijn gezicht op Delft schilderde. Dan komen we bij dit bruggetje in Schipluiden, waarvan de doorvaarthoogte net genoeg is voor ons. In Schipluiden staat dit voormalige tramstation, waar nu een leuk museum in zit. En daar staat natuurlijk het model van een trekschuit. Dan weer verder door het leuke dorpje.
Dit is de paardenbrug die er volgens het informatiebord is gekomen om het ongerief voor de bewoners van de Vlaardingse Kade te verminderen. Dan komen we op de Vlaardingenvaart bij de trambrug. In het eerder getoonde museum staat een model van de brug waarover je een treintje kunt laten rijden. Je kunt er nu overheen fietsen. De trambaan ging zo verder langs de Gaag. Op deze foto zie je een recente opname van een trekschuit bij de trambrug. Het is de pakschuit die je in het begin al zag en die hier overigens nooit gevaren heeft. Maar toch leuk. Dan komen we bij het zelfbedieningspontje dat ik al eens filmde. Aan de overkant zie je een oud gemaaltje. Brinkman schilderde hier een zeilende Westlander. Ook Jongkind van het eerder getoonde gezicht op Delft schilderde hier veel en hij heeft er een standbeeld aan overgehouden. Naast hem staat een rolpaal waar langs een jaaglijn een hoek werd omgetrokken. We zijn nu op de Noordervliet en plots kruist een hermelijn zwemmend ons pad. Ik kon hem nog net vastleggen toen hij het riet inglipte. Dan komen we bij de Kwakel waar ik zal overstappen op de trekschuit naar Maassluis. Let op de linker brugleuning die bewust schuin naar de grond afloopt vanwege de jaaglijn van de trekschuiten. Dat zie je hier meer. Ze varen heen en weer vanuit Maassluis. Mijn heenreis wordt dus hun terugreis. We worden getrokken door Arno en dat is zo'n Zeeuwse knol op de rug waarvan ik ooit zat op de boerderij van mijn oom. Jan van de stichting Den Eerste Snik begeleidt de jaaglijn. Kees, die andere keer schipper is, is nu de knecht die voorop staat. En Hans is nu de schipper. In Maasland zijn we los van de jaaglijn en overgegaan op elektrische aandrijving. Tijd om iets te laten zien van het mooie historische deel van Maasland. En dan komen we in Maassluis. In Maassluis liggen we bij de voormalige herberg De Leeuw, waaraan de naam van de trekschuit is ontleend. Ik hoorde hier dat Michiel de Ruiter ooit van Hellevoetsluis naar Maassluis voer en vervolgens verder reisde via onder andere deze trekvaart. Ook ik kwam hier een keer aan met mijn zeilboot, maar dan op weg naar Hellevoetsluis.
Links zie je het gebouw van het Hoogheemraadschap en rechts het oude stadhuis waar nu het Nationaal Sleepvaartmuseum in zit. Aan hun sleepboten besteed ik al eerder aandacht in mijn video's. Hier is veel moois te zien, zoals dit haringpakhuis met gevelsteen, deze getijklok, deze herinnering aan een stormvloed en dit zakkengedragershuisje. Ik kwam ook langs deze monsterse sluis, de kleinste zeesluis die ik ooit zag. En hij is nog in gebruik zoals je kunt zien. Dan is het tijd voor mijn terugreis, die voor de trekschuit dus nu de heenreis is. Dit is ook mijn kans om jullie voor te stellen aan Hanneke en Anja, die zorgen voor toelichting en verzorging van de reizigers. Hier woonde de schilder Jongkind, waar ik het al eerder over had. Jongkind schilderde ooit deze molen. Dit is nog over van de groenteveiling die hier stond. Dan gaan we weer over op paardenkracht. In de verte de twee molens langs de Gaag. Deze dijkmolen is een watermolen. En de Drie Lelies is een korenmolen. Links zie je de trambaan waar nu een fietspad is. Dan stap ik over op het pontje bij de Kwakel. Rechts zie je de Middelvliet. Dit is het jachthuis waar ik met Leo geluncht heb. Rechts zie je de toegang naar de Foppenplas. Ik weet nog dat het onder water zetten van de Foppenpolder destijds nog flink wat commotie gaf. Dan kom ik bij de Bonenvliet, vanaf waar ik de reis voortzet met Leo in de kano. Zwarte zwaan! Vanaf dit uitzichtpunt heb ik gefilmd. Aan het eind van de Bonenvliet varen we een klein stukje richting Vlaardingen en keren dan weer om, omdat de kanotocht anders te lang gaat duren. Ik heb wel wat beelden van Vlaardingen. De Vlaardingenvaart eindigt bij Drie Sluizen. Daar was een van de vertrekpunten van de trekschuiten naar Delft.
Hier waren ook meerdere werfjes. Op de kerk staat hemel en dat zegt iets over zijn functie. En dat geldt ook voor de voormalige watertoren. En de voormalige brandweerkazerne. Wie Vlaardingen zegt, zegt Haring. Dit is een opvallend haringpakhuis. Dit de voormalige visafslag. En dit een oude havenkraan met haringlogger. Even verderop staat het oude stadhuis. Hier vlakbij was nog een startpunt van de trekschuiten bij de Waal, die inmiddels gedempt is. Dan weer naar de Vlaardingenvaart langs herberg Vlietzig. Rechts zie je de Vlietlanden met het oorspronkelijke maaiveld van dit gebied. Links ligt dat inmiddels 2 à 3 meter lager door inklinking. Dit oude gemaal hoort inmiddels bij de bed en breakfast het rechthuis van Zoutenveen, waar vroeger een herberg zat, waar ook recht werd gesproken. Ook hier zo'n schuin aflopend hekje. Er was hier ook een voetveer. Dan zijn we weer in Schipluiden bij korenmolen De Korpershoek, die zo heet vanwege de vele karpers hier. Rechts zie je weer 2 van die rolpalen waarmee je de jaaglijn een bocht kon omtrekken. Links zie je het kerkje bij Hodepijl. Het is de zogenaamde Waterstaatskerk. Ze zijn het resultaat van de bemoeienis van mijn waterbouwkundige vakgenoten met kerkenbouw. Ik ben binnen geweest en het is mooi. Er was hier ook een herberg. Ook hier is de pakschuit gefotografeerd. Hier verlaten we de route van de trekschuiten en gaan linksaf op weg naar het huis van André, die zo aardig was om onze kano uit te lenen en waarvoor dank. En natuurlijk ook Leo bedankt voor het geregel en de paddelbijdrage.